En ik heb mijn praatje genoemd Ode aan de Limerick. De eerste limerick die ik van mijn leven hoorde, beste mensen, kwam uit de mond van een meisje van een jaar of 8. Ze heette Rietje en het was een zusje van een vriendje van me. Ze kwam eens een keer op school, van school thuis en ze zei, mam, ik heb een gedicht geleerd op school. Nou, zei de moeder, laat het maar eens gauw horen. En ze ging ervoor staan en zonder blikken op blozen zei ze, er was eens een beer in Turkije, die ging met zijn zusjes uit de rijen. En toen kwam er een knaap met een kop als een raap en die gooide de beertjes met keien. Ik vond het een prachtig gedicht. Het mooie van het gedicht vond ik nog dat je eigenlijk in 5 betrekkelijk korte regels een heel drama ten tonele kon voeren. En wat ik ook mooi vond van het gedicht was het prachtige ritme wat erin zat. Ik heb het gedicht mee naar huis genomen, in mijn hoofd. Daar zit het nog, het gaat er nooit meer uit. Maar thuis waren ze er niet kapot van. En mijn zuster Jo, de lolbroek van de familie, die haakte er meteen op in en die had het over een kerel in Rome. En die speelde biljart met zijn ome. En opeens riep hij luid, ik scheid ermee uit, die kerel speelt vals, podome. En mijn vader ging zich ermee bemoeien, want ik had al gauw in de gaten dat die beer in Turkije en die kerel in Rome iets met elkaar hadden. Mijn vader zegt, dat is een limerick. En u weet het natuurlijk allemaal, 5 regeltjes. Eerste regel, plaatsnaam. Laatste regel, de clue. En daartussenin moet het ook nog een beetje aanvaardbaar zijn. Ik had weer een heleboel geleerd. En de vrede in huis was weergekeerd. De rust op het Limerick-front. Maar voor heel kort. Want ik kwam toen bij de jeugdbeweging en in de jeugdbeweging werd veel gezongen. Ook Limericks, er was een boekje, daar stonden er wel 5, 6 in. En op de achterkant van het boekje stond, slechts de bozen zingen niet. En wij waren blijkbaar allemaal bang dat we tot de bozen gerekend zouden worden. Dat wij zongen als gekken de ene Limerick naar de andere. Zo in de trant van, er was dus een circusartiest uit Wolfheze, die werkte aan de trapeze. Zijn vrouw stond erbij, je raakt nooit wat ze zei. Breek je nek niet. Barachisch, dat zei ze. intelligent publiek vanmiddag. Maar je kan niet je hele leven lid van de jeugdbeweging blijven. Maar gelukkig waren er ook nog andere dingen. Er was een wedstrijd van Tip van Boots, die kent u misschien nog wel. Dat waren van die vierkante flesjes met een of andere geestrijk vrocht erin. En elke vrijdagavond stond er in de krant een advertentie van Tip van Boots, en daar stond er een limerick bij. Ik kan me er nog eentje van herinneren, die kennelijk geplaatst in december. En die luidde, in de donkere dagen voor kerstmis, wanneer alles zo triest en zo zwart is, staat voor iedere gast Tip van Boots in de kast. Dat smaakt bij de komende feestdis. En daar stond verder nog onder ingezonden door meneer die en die, te daar en daar ontving één fles Tip. En toen ik dat las, toen maakte zich ineens een soort hebzucht van mijn meester. En ik dacht, wat die vent kan, dat kan ik ook wel. Ik was een jaar of 16 en jongens van 16 jaar die denken dat ze alles kunnen. Het is niet gevaarlijk, dat gaat ook vanzelf weer over. En als het niet overgaat, dan kom je ze later tegen in de Tweede Kamer. Ik had al een ideetje in mijn hoofd. Ik zocht een papiertje waar dan niks op stond en ik schreef. Er was dus een boertje in Drenthe die liep met petrolie te venten. Een student zei, ach man, doe Tip van Boots je kan. Dan verdien je als water je centen. Ik vond het een mooi gedicht. Ik ging ermee naar mijn vader. Ik denk, nou, een literair schouderklopje zit er al licht in. En toen mijn vader het las, toen keek hij een beetje bedenkelijk. Hij zegt, wou je dat insturen? Ja, zei ik, hoopvol. Hij had blijkbaar de procedure ook al gelezen. Hij zegt, ik zou het niet doen. En als ik zeg, ik had toen zwaar de pest in, dat druk ik me nog netjes uit. En ik ben toen naar mijn moeder gegaan en die zegt, ja, je vader is bang dat als je zo'n fles van dat spul wint, want waar alcohol in zit, dat noemde ze bij ons thuis altijd rotzooi spul. En hij is bang dat je dan dat flesje mee in je kamer neemt en dan ontaart in een dronkenlap. Dat was eigenlijk helemaal mijn bedoeling niet, maar het was eigenlijk zo. En zo ging het hele circuit van de Limerick maar door. Altijd waren er wel wedstrijden waar je aan mee kon doen. En de mooiste ervaring die ik eigenlijk met de Limerick heb, is een uitzending van de televisie, dat was in de begin jaren 60. Dat programma heette Hou je aan je woord. Dat stond onder leiding van Karel Jonkheer. Dat was een Vlaamse letterkundige.
En die had wat mensen om zich heen verzameld. Godfried Boomans en Victor van Friesland. Helle Haarzen. Allemaal mensen die er lol in hadden om een ander man lachen te maken. En dat programma dat begon altijd met twee zinnen. Die Karel Jonkheer dan zei. En dan werd er van twee van die lui verwacht dat ze daar een limerick van maakten. En ik kan me nog herinneren dat het programma, daar was de eerste zin. De bruid van een bakker in Bladel. Hoe verzin je zo'n zin? En de tweede zin, die was dan van Godfried Boomans. En die luidde, een forse madame uit Toulouse. En dat programma, dat verliep dan. Dat was altijd heel leuk. Er waren wel grappige mensen die dat deden. En aan het eind van het programma zei Karel Jonkheren dan, en nou gaan we luisteren naar wat Victor van Friesland ervan gepakt heeft. En die ging dan staan. Hij kuchte nog eventjes. Dat was een beetje een aristocratische man. En die zei, de bruid van een bakker in Bladel, die hielp haar verloofde in het zadel door op alle kadetten een kroontje te zetten. Want de klanten die waren van adel. Het was een prachtige limerick. En ondertussen had Godfried Boomans zijn bril al 5 keer schoongemaakt en zijn haar nog een keer door de war. En die zei toen met een grijns op zijn gezicht, een forse madame uit Toulouse, die was nog wel zwaar in de blouse. En er waren helaas in haar maat geen BH's. Daar kocht ze 2 Volkswagen hoezen. Dat was eigenlijk het mooiste die ik ooit gehoord heb van mijn leven. Maar nu een heel ander verhaal, mensen. Ik ben een gelovig mens en ik zal het wel uit mijn hoofd laten om daar de spot mee te drijven. Maar een paar jaar geleden vloog ik toch eigenlijk eventjes uit de bocht. Ik kwam een oude collega tegen en de man die was zwaarmoedig. Depri noemen ze dat tegenwoordig. Hij was bang om dood te gaan en ik wilde hem een beetje troosten. Ik zei, joh, jij hebt alles zo netjes geleefd, je hebt nooit naast de pot gepiest, nooit lege bierblikjes op straat gegooid. Als jij doodgaat, dan ga je regelrecht naar de hemel. Ik maak me sterk dat je zelfs voor het raampje mag zitten. Maar het deed hem allemaal niks. Hij zegt, wat is dat, die hemel? Zegt hij, ik weet dat niet. En ik wist het zelf ook niet, want ik ben er nog nooit geweest, mag u gerust weten. Maar ik vond het een beetje lullig om dat te zeggen. Ik zei, joh, die hemel, dat is een hele grote ruimte waar 24 uur op een dag de zon schijnt. En waar een heerlijke temperatuur hangt en een geur van lentebloesem. En voor in die grote ruimte staat een lessenaar. En op die lessenaar ligt een boek. En daar staat met gouden letters op, limericks, deel 1276. Want er zijn heel wat van die dingen gemaakt in de loop van de jaren, geloof mij. En achter die lessenaar staat een iets wat oudere man. En die staat er in een wit gewaad. Hij heeft ook nog zo'n kaartje hierop, net als de meisjes van de Bijenkorf, zal ik maar zeggen. En daar staat op, Sint Limerick. Ik denk, ik ben in goed gezelschap. En die man die presteert het om grote delen van de dag limericks voor te dragen uit het grote boek. En ik zie mezelf daar zitten, op de 4e rij, op de 3e rij, want ik word een beetje dovig. En ik laat al die prachtige limericks over me heen komen. Ik geniet, mensen, ik geniet. Ik geniet, er zijn geen woorden voor. En af en toe, tussen 2 limerickjes door, doe ik even mijn ogen dicht om mijn schepper te bedanken voor het feit dat hij mij in mijn leven zo vaak in contact heeft gebracht met dat kleine minuscule, maar tegelijk ook zo grandioze, groteske, wereldomvattende fenomeen. Dank voor uw aandacht.